Lintjesregen houdt in dat er op de dag voor Koningsdag, de laatste werkdag voor Koningsdag, koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan mensen die dat verdienen. Dit samen doen met elkaar en dat het cement tussen de stenen van die samenleving vaak ligt in mensen zoals u en u. Nou, vind ik heel eervol en ook heel belangrijk, omdat de organisaties waar ik bij betrokken ben geweest, Slinger en het Lokaal Fonds Hengelo Voeldouwer Stichting en Twentse Nobelcoöperatie en Fonds, heel belangrijk zijn voor de samenleving, vind ik. En door dit lintje te krijgen wordt het belang onderstreept. Daar ben ik heel blij mee. En er zou een podcast gemaakt worden over burgerinitiatieven. Met mij. Door een podcast maken. Ik vond een beetje. Op een gegeven moment dacht ik van, dit klopt helemaal niet. 26 april. Podcast van de provincie Overijssel in het gemeentehuis van Hengelo. Dus ik dacht van, volgens mij klopt dat niet. En dat bleek ook zo te zijn. Ja, want toen kwam je hier en toen stonden er allemaal mensen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik werd ook wel, toen het uitgereikt werd, schoot ik vol. Want werd ik wel een beetje emotioneel. Dus, maar het is wel een hele mooie verrassing. Ja, nu begint er een beetje in te dalen, maar eerst was het een grote verrassing natuurlijk. Maar momenteel besef ik het wel dat ik een lintje heb gekregen, ja. Wij moesten hier optreden, we hebben daar een berichtje van gehad. En verder wist ik niks. En ik was hier dus inmiddels. En toen kwam de uitnodiging om hier plaats te nemen. Ja, totaal verrast. Iedereen heeft het geheim gehouden. En dat is natuurlijk ook wel leuk. En als je het voor die tijd weet, is het niet zo leuk meer. Als het er niet is, ja, je kan erover gaan klagen, maar zo zijn wij niet. Dan moet je er wat aan doen, of dan moet je mond. Ja, wel heel speciaal, heel eervol. Ja, mooi. Ze hebben het aan mij wel opgebiecht. Want ik ben ook al eerder met de nijverbij gedecoreerd door de burgemeester. En toen kwamen ze en toen liep ik in mijn werkhandschoenen in de tuin. En toen heb ik wel gezegd, mocht er ooit weer zoiets gebeuren, dan vind ik het ook wel leuk om een beetje netjes uit te zien. Dus ze hebben het mij wel opgebiecht. Dit heb ik te danken aan de mensen die dan de brieven hebben geschreven. Die zijn natuurlijk nu nog niet genoemd. Dus ik weet ook nog niet precies wie dat zijn. Maar ik heb hier wel mensen gezien van het MST. Dus vanuit het ziekenhuis. Ik heb twee burgemeesters als voorzitter gehad die er beide waren. Waarbij de ere lid van Hengelo, Wolter Lemstra. Die is de aanstichter van dit alles. En voor mijn werk, wat ik heb opgezet. Ik heb kankerzorg in Twente en daarbuiten mogelijk gemaakt. En ik denk dat ik daarvoor ridder mag zijn. Zij dit lintje vind ik nog mooier. Want ja, ik doe het natuurlijk wel met een heel team met vrijwilligers. Maar dat ik dan daarvoor gedecoreerd word, dat is wel heel speciaal. Al van jongs af aan in de Noork bij Ons Lieve Vrouwenkerk. Ja, ik zeg het even in de Noork, het is ook Hengelo, maar... Ik snapte helemaal niks van. Het is heel onwezenlijk. Ik had het echt niet verwacht. Een vriend van ons zou een koninklijke onderscheiding krijgen, dus daarvoor hadden we alles voorbereid. Ik had een cadeau voor hem bij me, alles. Dus ik wist van niks. En toen kreeg u een lintje? Ja, hoe dan? Ja. Heel blij. Heel, heel, heel erg blij. Nou, voor mij is dit echt de kers op de taart. Het is iets waar ik eigenlijk al het hele jaar mee bezig ben. Om met de mensen die de mensen voorstellen te zorgen dat het allemaal doorgaat. Dus ik ben daar eigenlijk het hele jaar mee bezig. Dit is dan het eindresultaat. En het is gewoon een hele feestelijke dag, een vrolijke dag. Mensen zijn blij. En het is een feestje om het te organiseren samen met collega's en natuurlijk met burgemeester Schilderij.